werk al best wel als Fugro zijnde best al wel een hele tijd langs de sporen. Maar sinds vorig jaar hebben we contract met ProRail, waardoor we veel meer inzet hebben op het spoor. Dus toen is het idee van mij geboren van ja, ik wil eigenlijk een machine hebben die zelfrijdend is, zowel op de weg als op het spoor. We zijn hier bij onze nieuwe railtruck, waar we mee aan het sonderen zijn. Die is nieuw ontwikkeld. In plaats van hoe we normaal regulier sonderen met een lorry en een krol ervoor en onze grote sondeerhubs erop. We wouden graag iets wat compacter was, wat sneller in te zetten is, wat veiliger is. Waardoor we minder transportbeweging hebben. Normaal, je normale equipment wordt twee grote vrachtwagens met dieplades aangevoerd. We hebben nu maar één truck die hoeft te komen. We kunnen veel sneller inzetten. We zijn minder tot overlast. Ja, we zijn zojuist op diepte gekomen met onze sondering. We hebben een sondering gemaakt tot 18 meter diepte. We hebben verschillende zaken gemeten. Naast de konusweerstand weergegeven in de blauwe lijn en het wrijvingsgetal hebben we ook de waterspanning gemeten voor deze sondering. Het betreft een klasse 1 sondering. Op het beeld kunnen we nu al zien dat de slappe lagen in ieder geval tot een meter of 6 in Meiveld lopen wanneer je er wat hardere lagen in gaat. ProRail die vraagt vaak sonderingen op of naast het spoor. Op deze locatie is het echt van belang wat er onder het spoor gebeurt. Dus willen ze echt sonderingen onder het spoor hebben. Zeker in de nachten kunnen wij veel makkelijker in het hard spoor werken als op het schouwpad. Moet je met een mini-rups, moet je ankers draaien. Dan kun je maar één sondering per nacht maken. En wij kunnen met zo'n machine kunnen wij 3 tot 4 sonderingen per nacht maken. Ja.